VOZ staat deze hele week in het teken van Start-up Fest. Verschillende Nederlandse start-ups die timmeren deze week aan de weg. Waaronder ook die van een topvrouw in de dop. Met een product waar de meeste vrouwen waarschijnlijk, ik weet niet zeker, maar waarschijnlijk van gruwen. Het begint met deze spin. Dit is de Golden Orb Weaver spin. En deze spin die maakt bijzondere mooi en sterk draad. Dat draad is 10 keer sterker dan staal. Betere warmtegeleider dan koper. Jalila Essaidi. Geboren in een ondernemersgezin, opgeleid als kunstenaar, gefascineerd door de natuur. Door die opmerkelijke cocktail kwam ze deze spin en zijn krachtige zijde op het spoor. En ontwikkelde ze een manier om die spinnenzijde op grote schaal te gaan produceren. Daar is waar biotech om de hoek komt kijken. Want door het gen te lenen wat dat draad maakt en dat te introduceren bij zijdewormen, kun je die spinnenzijde toegankelijk maken. Essaidi is volledig autodidact op het gebied van biotechnologie en doet zelf onderzoek naar toepassingen van de door haar ontwikkelde synthetische spinnenzijde. De eerste ooit is een kogelwerende huid, die ze een paar jaar geleden met een team van experts ontwikkelt. En dat levert haar direct wereldfaam op. Daar heb ik een jaar mee geworsteld, want zakelijk gezien, als ik toen mijn octrooien had verkocht, dan was ik binnen. Maar er is een wel overwogen keuze van mezelf geweest om die stap niet te zetten. Want Essaidi ziet nog veel meer potentie in medische en veiligheidstoepassingen en wil de ontwikkeling daarvan in eigen hand houden. Daarmee kiest ze dus niet voor de makkelijkste weg. Niet alleen omdat het ontwikkelen van dergelijke toepassingen tientallen jaren kan duren, het produceren daarvan is op dit moment ook nog eens verboden. Ja, dan loop ik tegen wetgeving aan, omdat wij het niet toestaan om genetisch gemodificeerde organismen hier in te zetten voor productie. Terwijl ik denk dat dat wel nodig is als Nederland op wereldschaal wil blijven meespelen. Want biotechnologie kun je niet meer omheen. En dat is waarom evenementen zoals het Startup Fest van deze week voor haar zo belangrijk zijn. Ik heb bijvoorbeeld met Nelly Kroes gesproken en nog een aantal mensen. Ja, die snappen waar ik tegenaan loop en zijn bereid om te helpen. Als het ene pad zich sluit, dan vind ik weer een nieuwe weg. Ik heb mijn focus, ik heb mijn doel wat ik wil bereiken en ik kom er toch wel. Werk je niet mee, dan ga ik om je heen. Nou, dat wou ik eens even inderdaad zeggen. Ik zat gisteren vanavond bij die bijeenkomst. Zonder spin, hè? Want... Nou, wat ik zo interessant vind, dat ze dus gewoon helemaal niet een opleiding heeft in die richting. Ja. Ja. Soms zeg ik ook wel eens, je moet er vooral je op laten leiden naar wat je leuk vindt. En daarna ga je doen wat je kan. Ja. Ze kan iets totaal anders. Ik vind het fantastisch. Zonder de bedrijven ook te verkopen. Overigens hoop ik eigenlijk dat veel Kamerleden hier ook naar kijken. En ook eens een beetje nadenken over dat we ook politiek gezien... Ja, dat wordt tijd dat de Kamerleden... Dat is een hele goede dat de Kamerleden ook naar dit programma ook gaan kijken. Ja.